Morgen is het donderdag. Dan gaan we naar Loenen aan de Vecht voor de eerste vlieguurles daar. We gaan kijken bij een gymzaal voor nieuwe leerlingen. Ze hebben mij gevraagd. En vrijdag, de dag erop, moeten we naar Eindhoven voor reclame te maken voor lesgeven in Bergijk. En daar gaan we een reclamefilmpje voor maken. En we hebben daar, ik heb kleren gekocht. Even wat nieuwe t-shirts gekallen. 2 voor 12 euro. Nou, XXXL. Kan je niet laten liggen, nietwaar? En 2 zwarte. En dit is een Cassia jeans. Lekker stevig. Geen dunne t-shirts, maar lekker stevig. Ook 2 stuks voor een tientje, geloof ik. Nou, kan niet laten liggen, nietwaar? En ik ben klaar om naar Loenen aan de Vecht te gaan. Horloge, sleutels, portemonnee, schoenen en de rugzak met hierin de indoor schoenen. Dat zijn de outdoor schoenen en de indoor schoenen voor in de gymzaal. En gewoon spulletjes zoals handdoeken en t-shirts dergelijke zitten allemaal erin. Dus ik ben klaar om te gaan. Het is 2:10. En 2:50 gaat de bus. Dus ik heb het nog even. En we gaan op weg naar de bushalte, naar Den Bosch, Utrecht. Dan weer een bus richting Amsterdam Arena. Vanaf Utrecht. En die stopt in Loenen aan de Vecht. Zit ik in de trein naar Den Bosch, word ik gebeld en ik kan morgen, zaterdag, ben ik toch naar Oostende, België. De kamer was bezet, maar ze bellen mij op om te zeggen dat een andere kamer beschikbaar is. Hij was al betaald, maar ik kon mijn geld niet terugkrijgen op een of andere gekke manier. Ze hebben wel bericht gekregen via PayPal en dan bellen ze mij op. Dus morgen naar Eindhoven. Vandaag was het Loenen aan de Vecht. En zaterdag is het naar Oostende, België voor het Vriendjam op de zondag. En het is weer avond, het begint donker te worden. Maar toch ben ik een half uur eerder thuis dan gepland heb. En normaal zou ik om 9:45 thuis zijn en nu 9:15. Iedere bus kunnen krijgen. Althans, in de trein in Utrecht, vandaar. En het is vrijdagmorgen 8:50. En we gaan naar Eindhoven. En natuurlijk zitten we wel eerst even een bakje koffie eraan. Maar zonder koffie... zonder koffie kan ik niet de dag beginnen. Schoenen aan en mijn broek,
tas, extra kleren en nog meer schoenen meenemen. Goed zo. En we zijn weer in Eindhoven. Eerst koffie. Ja, nou loopt hij wel. Het is even pauze, want we zijn bezig met een filmpje te maken voor een commercial. En het is even drukke pauze. Dat is ook nodig. Hoi. Hoi. Ja, op die manier ja. Het is filmen om te filmen altijd. Zo kunnen we filmen. En als je zo gaat kijken, dan wordt het donkerder. Dat is ook slechte kwaliteit eigenlijk. En toch wel iets leren. Ja, zo leer je iedere dag erbij. Dus deze meer gaan we filmen. Zeker. We gaan een beetje lopen bij de Technische Unie in Eindhoven. Hier achter het park. Naar een nieuwe spot. Dan gaan we daar eens kijken. Zo, we hebben hier gefrierend. Ja. Of niet? Alleen mijn onderbeen die gaat nogal spelen, dus ik moet volgende week toch even weer naar mijn fysiotherapeut bellen. Ik was klaar met mijn been, met die hamstring. En nou, ben ik vandaag flink aan het springen geweest voor die commercial. En mijn onderbeen gaat nogal spelen, daar baal ik van. En dat mag niet. Maar we hebben een ander idee. En een ander idee. Hm? Weet je welk idee? Kan je het toch doen? Zeg het maar. Wat ga je van plan? Ga je een camera halen. Of een camera halen? Oh. Waar moeten we heen dan? Mediamarkt. Oh. Sluikreclame. Goed, niet ouwe hoeren, we gaan het gewoon doen. Klaar. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja. En daar is hij. Sharpshot, Sony, SD-kaartje en we gaan afrekenen. Jullie gaan die toch niet samen afrekenen, dat is jullie.
Nee joh. Even kijken. Ik wil ook niet slopen. Juist. En daar is je mensje. We maken hem open. En dan zien we eerst de omschrijving. Kijk eens even, een heel dik boek. Nou, ga er maar aan, Sam. Jij moet er binnen een paar tellen. Nog meer boekjes, nog meer boekjes. En dan gaan we deze openmaken. En dan krijgen we de inhoud. De camera zelf. En we hebben hier de oplader met een snoertje bij geleverd. En hier voor de camera zelf. Weg te schrijven, het was meer PC. Voor de oplader. Dan gaan we hierin. We hebben hier een klein batterijtje. Voor de camera zelf. Dan gaan we hier weer terug doen. En dan hebben we hier de camera zelf. De Sony BX500 CyberShot. In een witte uitvoering. We hebben de camera opengemaakt. We hebben nu de batterij ingemaakt. De SD-kaart die gaat in het omhulsel. Oh, omdraaien. Ik kan altijd maar op één manier erin. Dus ik kan nooit de fout in gaan. Hij gaat naast de batterij. Klepje dicht. Oh, dat is wel moeilijk. Nou, dat is de eerste keer, hè. Dan gaat het altijd even stroef. Moeilijk. En nou, gaan we eens testen dat hij werkt. Oh, je moet nog even instellen. Engels, Nederlands.